Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo, wij zijn Laura en Emma en die in deze podcast spreken. We zullen ons eerst even voorstellen. Ik ben dus Laura en ik werk naast dat ik teacher ben op de Bewustzijnsschool ook voor Stichting Breekjaar. Met een persoonlijk ontwikkelingstraject voor jongeren. En heb ik mijn eigen praktijk als coach en trainer. En ik ben Emma. En naast dat ik teacher ben bij de Bewustzijnsschool, heb ik mijn eigen praktijk. En ben ik nog aan het doorleren voor psychotherapeut. In deze podcast gaan we jullie meenemen naar het land van familieopstellingen. Om je een idee te geven over wat zijn familieopstellingen eigenlijk. Je ook een voorbeeld te geven over opstellingen, in ieder geval onze ervaring daarop. En wat meer uitleg over wat je er dan dus aan kan hebben. Hoe werkt een opstelling nou door? Ja, en wat is een opstelling eigenlijk? Nou, een opstelling, dat doe je in een ruimte, dus met andere mensen. Waarbij je een vraag of een vastgelopen proces kan inbrengen. En samen met een begeleider ga je dan mensen die voor jouw elementen in jouw vraag staan opstellen. Dus het kan zijn dat je ergens tegenaan loopt of het moeilijk vindt om keuzes te maken. Moeilijk vindt om echt te gaan staan voor waar jij heen wil gaan. En dat kan best zijn dat er iets in jouw familiegeschiedenis zit waardoor je een patroon hebt opgebouwd die zorgt dat dat ook niet lukt. Dus door te kijken naar hoe jouw dynamiek in jouw familiesysteem eruit ziet, kun je ook ontdekken wat er eigenlijk voor kan zorgen dat jij vastloopt of dat je het lastig vindt om keuzes te maken. En vaak doordat je dat al inziet, is het stap 1. Maar laat zich ook een manier zien hoe daar meer vrijheid in kan ontstaan. Dus een stukje opluchting. Ja, wat je daarmee eigenlijk doet is gebruik maken van het collectief bewustzijn, hoe ze dat noemen. En Hellinger, dus soort van de vader van de familieopstellingen, die heeft ook al gezegd van ja, we weten niet precies hoe het werkt, maar het werkt wel. Dus wat je eigenlijk doet op het moment dat je dus familieleden van jou of stukken die in jou zitten opstelt, dan zet je mensen neer in de ruimte die in de energie van die stukken gaan staan of in de energie van familieleden, waardoor zij informatie krijgen en waardoor de dynamiek dus helder kan worden. En op het moment dat het helder is waar een dynamiek over gaat, kan de begeleider interventies toepassen waardoor een stuk in die dynamiek kan helen en jij eigenlijk de stukken waar je tegenaan loopt of waar je vragen over hebt, waardoor die helder voor jou worden en waardoor die kunnen helen, zodat jij inderdaad vrijer kunt leven. Ja, en het klinkt soms dus nog een beetje vaag om zo over opstellingen te hebben, want het is echt een ervaring en ook best wel een energetisch stuk. Dus is het ook lastig om te vertellen om het echt zo te begrijpen. Dus misschien is het wel fijn, en wil jij iets vertellen over de laatste keer dat jij als opsteller in een opstelling stond? Zeker, ja. Het stuk waar ik mee bezig ben zelf in mijn eigen proces gaat over verlatingsangst. Dus vooral in relatie tot mannen, dat daar vaak, dat het vaak niet helemaal lukt of dat dat ik of me eigenlijk kleiner maak in een relatie of groter maak, waardoor het nooit een gelijkwaardige verbinding is eigenlijk. En dat vraagstuk bracht ik in en toen heeft mijn begeleider mijn moeder opgesteld en werd ik daarbij gezet en ze heeft toen gekozen om procesmatig te werken. En het verschil tussen procesmatig werken en de klassieke familieopstellingen is dat je als degene waar het over gaat direct zelf in de opstelling gezet wordt, in plaats van dat je van afstandje kijkt naar de dynamiek en wat er eigenlijk gebeurt. Dus ik werd direct zelf in het veld gezet en ik mocht een plek gaan zoeken ten opzichte van mijn moeder. En die kon ik niet vinden. Ik had geen idee waar mijn plek was. Waarop mijn begeleider ook zei van ja, dit ben je dus je hele leven al aan het doen. Mm. Gewoon zoeken naar je plek en naar je verbinding. En
toen draaide ze me om richting mijn moeder. En toen kon er contact komen. En ik merkte dat er heel veel verdriet en boosheid zat naar mijn moeder toe. Mijn moeder die heeft een postnatale depressie gehad na mijn geboorte. En dat leidt er vaak in ieder geval toe dat er niet een volledige versmelting tussen moeder en kind plaatsvindt. Dus echt de eerste verliefdheid van je leven eigenlijk, die was bij mij niet tot stand gekomen. Waardoor er geen echt fijne verbinding met mijn moeder tot stand was gekomen ook. En dat was waar dat verdriet en die boosheid over ging. Dat mijn moeder dus eigenlijk niet beschikbaar was voor mij. En door toen wat zinnetjes uit te spreken die mijn begeleider me influisterde. En door de uitreiking te doen naar mijn moeder van, ik wil contact met jou. Kon er dus weer contact komen. En ik vond het heel moeilijk. Want ik was heel bang om alsnog weer afgewezen te worden eigenlijk daarin in het contact. Maar uiteindelijk heb ik wel die stap gezet en kon het weer gaan stromen. En dat was wel een heel mooi proces. En mijn oma is er toen ook nog bij gezet. En dat had er ook nog mee te maken dat mijn moeder eigenlijk hetzelfde proces doorlopen had. Heeft. Mm. Waardoor, dus er zit in ieder geval nog van alles. Maar op die manier is in ieder geval dus de verbinding tussen mij en mijn moeder hersteld. Ook al leeft zij niet meer, dat heeft wel mij heel veel rust gegeven. Hmm. Ja. En nog iets anders dan rust? Ook wat je gemerkt hebt of zo? Ik heb later nog wel weer opstellingen met mijn moeder ook erbij gedaan. En ik merk dat dat echt gewoon goed is nu. Hmm. Dus dat is... ik kon echt nog wel vrok koesteren of zo naar mijn moeder toe. En dat voel ik nu niet meer. Ik begrijp het. En het, ik ben er boos en verdrietig om geweest. En het is nu ook gewoon wat het is. Dus ik heb dat wel echt los kunnen laten. Mm-hmm. En dat voelt wel heel vrij ook. Hey, en wat doet dat dan? Nou, dat is dus sowieso heel fijn. Ja. En je zei van mijn vraagstuk ging ook eigenlijk over de bindingsangst. Naar mannen toe. Ja. Wat heeft het daarin gedaan? Of wat kun je daarover zeggen? Ja, dat durf ik nog niet echt te zeggen. Mm. Nee, daar heb ik nog niet genoeg praktijkervaring nu weer voor om echt een... Moet zich even een nieuwe man aandienen. Ja, maar om daarin een, hoe zeg je dat? Een consequent verschil ook te zien. Mm-hmm. Want het is natuurlijk sowieso in relatie tot elke man weer anders. Dus om nou te kunnen zeggen dat heeft daar aan gelegen, dat durf ik nog niet te zeggen. Nee, dus dat is gewoon een stap daarin. Ja, precies. Ja. Hey, en hoe is het dan voor jou als je zo andere mensen, dus die niet jouw moeder zijn, opstelt of die er omheen zitten? Dat zijn twee verschillende vragen. Hoe het is om mensen te hebben die naar jou zitten te kijken. Ja. Op het moment dat je in dat stuk zit, mm-hmm. of ook... Ik heb trouwens ook de ervaring, als je er vanaf de buitenkant naar zit te kijken, dan ben je echt totaal niet meer bezig met wat iedereen ervan denkt. Nee. Tenminste, ik niet. En zeker als je in die energie staat, dan word je er echt helemaal ingetrokken en ga je daarin op en heb je echt geen oog meer voor wat er daarbuiten gebeurt. Mm-hmm. Dus daar merk je niet zoveel van. Nee. En hoe is het dan om mensen op te stellen terwijl je... Ja, terwijl ze mensen geen die... familieleden zijn. Ja. Ja. Wel heel bijzonder, want het werkt gewoon. En op het moment dat iemand in zo'n energie gaat staan, dan nemen ze ook meteen de houding aan die bij zo iemand past. En bepaalde grapjes of woordkeus. Dat is echt heel bizar hoe dat werkt. Maar doordat dat gebeurt, vertrouw je het ook direct. Mm. Dus kun je ook aannemen dat iemand daar staat als in je moeders energie of in je vaders energie. En je ziet wel dat het niet diegene is, maar de energie waarin iemand staat kan ik in ieder geval wel echt serieus nemen. Ja. Ja, dus dat is het magische daaraan, hè? Dat zomaar iemand die jij kiest voor die plek, uit de toeschouwers, die dus voelt en ervaart degene die jij hem echt als wie jij hem opstelt. Ja. Ja. Ja, mooi.
Ik ben nu ook wel heel benieuwd naar jouw ervaring. Ja. Ja. Nou, dat is grappig, want ik had een voorbeeld misschien in mijn hoofd om ook met mijn moeder te doen. Want daar heb ik dus onlangs een mooie opstelling mee gehad. Maar ik dacht ook, misschien is het ook wel interessant om net... om dan bijvoorbeeld een voorbeeld wat ik ooit met mijn vader in een opstelling heb gedaan. Ik heb een hele kritische, op prestatie gerichte vader. Waarbij ik het vroeger dus altijd heel moeilijk vond om gezien te voelen. Of nou, dat hij me lief vond of dat hij om me gaf. Want het voelde voor mij alsof het alleen maar om cijfers ging. Dus mijn perfectionisme kan ik daar best wel soort van inschatten. Dat ik dat een beetje nou, in de dynamiek met mijn vader heb ontwikkeld. Want dan zag hij me wel. Als ik iets presteerde, succes had, goede cijfers haalde. En steeds als ik dus in een opstelling tegenover mijn vader kwam. Dan kwam er zoveel boosheid van mij los. Over, ja, je bent zo kritisch en... Waarom moet je zo hard zijn? En hallo, ik ben toch meer dan mijn prestatie? En wie ben jij niet dat je denkt om zo tegen mij te doen? Wat ben je voor vader? Dus heel kritisch en minachtend eigenlijk. En op een gegeven moment heb ik zijn geschiedenis gezien in een opstelling. Dus waar hij vandaan komt en zijn gezin en hoe zijn moeder was en zijn vader. En hoe hij het thuis heeft gehad en... Ja, snap ik eigenlijk best wel hoe die zo geworden is. En ik denk dat ik dat van tevoren ook wel snapte. Maar in de opstelling echt gezien heb hoe het voor hem is geweest. Dus volgens mij werd hij ook even emotioneel. Of in ieder geval de representant die hem voorstelde. En wow, toen ging er bij mij in één keer... Zag ik hem ook als mens in plaats van als grote, boze, kritische vader, zeg maar. En dat heeft bij mij wel echt een verandering gemaakt in hoe ik nu tegen hem aankijk. Dus ik heb nooit verteld over die opstelling naar hem. Maar het verandert wel mijn innerlijke houding dus over hoe ik mijn vader zie. En dat is heel fijn. Ik ga dus binnenkort ook een weekendje met hem weg naar een concert. Nou, dat had ik vroeger echt nooit gedacht. En ik heb wel het idee dat dat komt omdat ik zelf, zonder hem daarin te betrekken, maar ik zelf ben gaan kijken door opstellingen naar mijn innerlijke houding richting hem. Ja. Dus dat vind ik er heel fijn aan. Ja, fijn om te horen. Ja. Ja, en bijzonder ook hoe je inderdaad door jouw innerlijke houding te veranderen en door iemand beter te begrijpen en in context te plaatsen, je iemand ook echt kunt zien. Ja. Als het ook gaat over gezien worden. Ja. Want ik liet hem mij ook eigenlijk niet zien door zo kritisch te zijn. Dus kon hij maar... Ja, het was echt... Ja, en jij zag hem eigenlijk ook niet. Nee. Nee. Ja, mooi om te horen. Ja. Ja. Leuk, die twee voorbeelden zo. Ja. Nou ja, dan gaan we dus een beetje naar de afronding van dit stuk. Of deze podcast. Waarbij je dus nu een beetje misschien gehoord hebt van ons... wat een familieopstelling eigenlijk is. Maar ook dus twee voorbeelden hebt gehad van wat onze ervaring daarin is. En wat je eraan kan hebben, dus hoe het uitwerkt. Mocht je dit dus interessant vinden en misschien zelf een keer willen ervaren... dan geven wij één keer in de maand een opstellingsavond. En linkjes daarvan zullen we wel verzorgen dat dit rondom deze podcast komt te staan. Maar ook kan je privé bij ons in onze eigen praktijken terecht voor coaching of opstellingen. Dat kan zowel individueel als met een groep. Ja. En de volgende ontdek opstellingen, dat is hoe we ons evenement noemen, de opstellingsavonden, is op dinsdag 7 mei. En daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Ja. Ja. Nou, tot hier dan onze podcast. En dan zien we jullie misschien wel eens.